Ja, ik heb nog tot 14 jaar naar school geweest. Maar in die tijd, wij waren gewone werkmensen en dat was niet zo evident om naar het college te gaan, laat staan, na het college nog hogere studies te doen. Dus ik was voorbestemd eigenlijk al, en vooral omdat mijn vader thuiswever was, om direct werk te hebben, terwijl ik in mijn gedachten al toen al had dat ik graag zou lesgeven. Maar ik heb dan achteraf vernomen dat een directeur ook de pastoor van Deerlijk geraadpleegd had om te weten of ik actief was in het parochiaal werk. Of ik naar de mis ging en zo. Als dat niet het geval was, dan viel dat af. Het waren vele, vooral jonge mensen, die graag een ploeg werkten omdat ze dan overuren konden doen. Ze konden bijna een tweede job doen. Want ze hadden 's middags gedaan. Als je in twee ploegen werkt, samen, ze gaan voort naar huis. Ja, weg. Om 9 uur, zanderdags, moet hij beginnen. Hij weet van niks. Hij gaat ervan uit dat alles in orde is. Maar veel ploegmaten die zorgen alleen maar voor zichzelf. En als er een klein defectje is, ze baren, als die zien, dan zeggen ze, het zal wel opgelost zijn tegen dat ik morgen weer moet beginnen. Wat het uitgangsleven betreft, als je in twee ploegen werkte, was er maar 1 op de 2 weekends die de moeite was. Als je een namiddag had, in mijn tijd, het is dan later ook veranderd, in mijn tijd moest je werken tot zaterdagavond 9 uur. Maar als je het 9 nog, moet je nog wassen, moet je nog eten, dus de zaterdag valt weg. En de zondag moet je ook niet uitgaan, maar je hebt de maandag de voormiddag. Dat weekend was niets. Maar het weekend erachter had je de voormiddag gedaan, dus had de zaterdagmiddag gedaan en moest maar de maandagmiddag weer beginnen werken. Dat is zo iets dat verdoken zit in dat twee ploegenstelsel, waar de mensen niet veel over spreken, maar dat was wel belangrijk als we jong waren.